Welkom bij een nieuwe video. Vandaag ga ik iets heel bijzonders doen. Ik heb alles opgespaard, dus dat ga ik claimen. Maar ik ga de Brawl Pass Plus ook kopen. Dit zijn allemaal dingen die je erbij krijgt van de Brawl Pass Plus. Dus dat is heel veel. Oh ja, ik wil daarvoor nog even... Wil je de club nou joinen? Het is niet een heel goede club. Het is echt een heel slechte club. Maar wil je hem nou joinen? Ja, dat mag natuurlijk. Ik hoop trouwens dat ik ook helemaal bij het einde ben. Maar hier, Fenrirbus. Dat lijkt een beetje op Fenderbus. Dus... Ja, daarom koop ik de skin, zeg maar. De Apple skin. Volgens mij gaat hij na een jaar ook gewoon in de shop store of zo. En één probleem, ik heb beurs helemaal niet. Dus ja, ik ga zien hoe dat is. Hopelijk krijg ik hem dan. Of kan ik switchen of zo. Oké, hij is gekocht. En ik moet nu nog 1 XP voor het einde. Ik heb al meer gespeeld hoor, maar ik moet nog 1 potje. En dat betekent dat ik de hele Brawl Pass heb uitgespeeld. Alles is kan ik gaan claimen, dus dat ga ik nu doen. Ik begin met 1000 bling en nog 1500 bling. Dat is gelijk heel veel. En nog 500 powerpoints. Een pin. En de eerste startup. Hopelijk krijg ik ook nog even gewoon goede startups. Ik krijg sowieso natuurlijk een legendary. Ik wil nu eigenlijk beginnen. En dat is met een skin kopen voor Jackie. Ik heb... Alleen Constructor Jackie, maar ik wil Ultra Driller Jackie gaan kopen. Dus die heb ik nu. Dat is het eerste wat ik heb. En zo vroeg al in de Brawl Pass, na 2 tiers, heb ik Ultra Driller Jackie. Ik vind het wel een leuke skin. En sowieso, ik wilde gewoon een skin hebben voor mijn favoriete brawler. Oh ja, ik moet even die Fangy Bus skin natuurlijk eerst claimen. Kijken of ik dan ga switchen. Deze dan. Even kijken. Een brawler required bus, dat snap ik ook wel. Ja, ik kan switchen, oké, dan doe ik dat gewoon. Misschien krijg ik ook nog Nani, maar ik heb nu in ieder geval bus als ik nu even ga claimen alle credits. Dus ik ga nu even alleen credits claimen en dan heb ik hem zo meteen. En dan is dat dus mijn eerste brawler die ik krijg in de Brawl Pass. En hopelijk de eerste van meerdere. En dat betekent dat ik bus heb. Een heel goede brawler en ook voor de skin Fairy bus natuurlijk. Ook goed. En ik heb nu mijn eerste brawler van deze video. En het is een mythic. En nou kan ik Nani gaan unlocken. Ik ga even alvast een beetje upgraden. Naar power 8 heb ik hem nu. Power 9 doe ik wel even. En dan koop ik ook even die gadget. Welke is beter? Ja, ik ga denk ik voor reserve buoy. Nou kan je gewoon automatisch super doen. Alleen hij stunt niet. Dat is wel jammer. Anders zou die echt heel OP zijn. Wat ga ik hier doen? Ice Sharp lijkt me beter. Dan kan je gewoon verder je super laden. Dus dit is wat ik nu heb met bus. Laagste brawler natuurlijk. Maar ook gewoon 0 trofies. Maar ik heb wel al een hoog power level. Coins. Nog meer coins. Oh ja, met een plus krijg je nog meer. Dat betekent dat ik hier gewoon 3500 coins krijg. Nog een pin. En een star drop. Oké, deze star drop. 50 coins. Dat is niet zoveel. Bling. Nog een star drop. Super rare is beter, maar nu 50 powerpoint. 10 gems, 20 gems, 30 gems. Dat is wel veel op 1 tier. Weer een pin. Hier krijg ik heel erg veel powerpoints. 3500. Dan zit ik ineens op 4000. Nog bling. Nog een star drop. Super rare weer. 100 coins. Een pin. Weer een star drop. Ik heb er echt nog geen eens een epic star drop gekregen. Daar heb ik wel nog een beetje pech, maar... Voor de rest, ik heb natuurlijk al bus en Ultra Driller Jackie. Ja, oké, dat was niet heel moeilijk. Het was niet alsof ik daar luck voor nodig had, maar ik heb ze wel. Ik ga denk ik de unlock en die brawler nog even laten. Dan hou ik dat voor het einde. Kijken wat ik dan ga doen daarmee. Rare star drop. Met die star drops heb ik echt veel pech. Hier wel weer 30 gems. En dan kom ik alweer verder met gems. Als ik dan nog 1 keer zo'n tier heb met gems, dan zit ik hoog. Legendary. Oké, dat is de eerste. Echt veel geluk. Start-up. Een brawler, toch? Ja, een brawler. Wie is dat? Otis. Oh. Ja, ik weet niet zo goed hoe die is. Ik ken ze super nog niet echt, maar volgens mij is die echt goed. Dus daar ben ik wel echt heel blij mee. Mijn tweede brawler van de video. En de tweede mythic ook, dus dat is wel bizar. Nou ja, die gaan we dan een keer uittesten. Maar ik ga dat voor de volgende video's bewaren. Dan heb ik een soort serie-achtig iets van de Brawl Pass. Weer heel veel coins hier. Dan kan ik misschien straks nog Otis en Bus upgraden. Dat hoop ik dan.
weer 200 credit. En daar kan ik straks die skins gaan claimen, maar dat doe ik later nog. Alle goede dingen bewaar ik voor het einde dus. Een Rico pin, niet heel bijzonder. 100 bling, weer 2000 coins. En dan kan ik dan nog een skin daarna claimen zo meteen. Dit, oké, nou heb ik alleen nog maar bijzondere dingen. Dan ga ik even kijken wat dat allemaal is. Hier unlock any brawler. Die ga ik als eerst claimen. Ik denk dat voor 1000 credits is het slimste, want de epic brawler is 925 geloof ik. Dan heb ik ook nog Nani. Oké, dan heb ik 3 brawlers. En nu ook Nani ook nog erbij. Een legendary brawler kan ik gaan claimen. Chester of Cord. Cord is beter. Chester lijkt me leuker, dus ik ga die even kiezen. Maar ik kan altijd nog switchen. En dan nu Godlike. Die ga ik denk ik gebruiken op mijn battle card. Dat is wel leuk. En dan nu de Fenrir Burskins. Dit is denk ik de vetste van de 3. Elder Fenrir Burs. Maar dit is ook wel een goede voor trouwens. Murk Fenrir Burs of zo. Dus de pins zijn volgens mij nog niet animated. Maar dat moet nog wel komen. Misschien dat als ik deze video online zet wel. Deze nee, start-up en de hypercharge van El Primo ook nog. Oh, daar heb ik echt veel geluk gehad uit deze opening. Want de hypercharge van El Primo is natuurlijk dat je tegenstanders poelt met je super volgens mij. Nou, wat ga ik dan nu upgraden? Ik denk dat ik Nani... Ik ga sowieso alle 3 even power 9 denk ik upgraden. Maar eerst beurs upgraden naar power 11. Om 16.000 coins. Zal ik de hyper gewoon kopen? Ja, ik doe het gewoon. Ik koop gewoon de hyper van Buzz. Dat is echt... Ik weet niet of die heel goed is, maar ik wil hem gewoon hebben. Dat is wel leuk. Heb je een nieuwe brawler? De Brawl Pass skins en ook gelijk de hypercharge. Dat is wel leuk. En nu ook nog Otis geüpgrade en nu Nani. Dan heb ik ze alle 3 hogere power level gelijk. Voor als ik er een keer mee ga spelen. Maar dat komt dus in komende video's. Is wel beter denk ik. Hij schiet gewoon meer. En dan kan je dus echt een paar 4000 of zo damage denk ik doen. Per hit. Ik denk dat ik voor dit gewoon een gadget ga kopen. Deze is oké. Maar ik denk dat ik deze ga kopen. Deze heeft iedereen. Dus dat zal deze wel beter zijn denk ik dan. Oh, ik heb ook geen coins meer voor Star Power. Nou, oké, dan was dit alles wat ik heb gekocht. Een heel erg goede video. Dit was voor deze video. Vergeet te liken en abonneren. En ik ook even op dat belletje. Want dan blijf je op de hoogte van al mijn video's. Doei!